Het oude beleid is zeker nog goed, maar het is ook goed om beleid altijd te actualiseren. We hebben ook te maken met nieuwe arbonormen die eraan komen. En het is toch wel zwaar werk, dus ik heb de hoed nu niet op, maar anders zou ik hem afnemen voor de afvalinzamelaars. Wat zou er dan veranderd moeten worden, zoals je dat nu kunt inschatten? Ja, zoals ik het nu kan inschatten, zullen we minder routes met hetzelfde aantal mensen kunnen gaan beladen naar de toekomst toe. En wellicht gaan we ondergronds aanbieden, veel meer toepassen hier in de gemeente. Dus PMD ondergronds aanbieden? Ja, dat is een van de mogelijkheden. Dat moet echt uit de zoektocht komen als we nieuw beleid gaan vormgeven. Maar dat zijn wel denkrichtingen die we meenemen. En dat betekent dus dat de mensen met de zakken moeten gaan slepen naar verzamelpunten? Ja, maar dat is dan wel een verzamelpunt. Bijvoorbeeld dicht bij hoogbouw, een centrale in de wijk. En dat komt puur omdat die arbonormen die worden steeds strenger. En het is ook heel zwaar werk om het huis aan huis in te zamelen. En vandaar dat we kijken naar een nieuw beleid naar de toekomst toe. Ja, goed. Het is sowieso mooi om eens mee te maken hoe het nou is voor de ophalers om onze troep op te ruimen. Mm-hmm. Ik heb een heel goed gesprek gehad met de chauffeur over hoe het nou gaat. Er zijn een aantal aandachtspunten van die zegt, vooral smalle straten en met verkeer moet je mee opletten. Daar is heel moeilijk afval ophalen. En ook een aantal dingen van die zegt, nou dat werkt heel erg goed. Bijvoorbeeld de kroonringen. Dat je gewoon echt op één plek gewoon al je afval hebt, dat maakt voor de ophalers een stuk makkelijker. Nou, toch heel veel afval wordt aangeboden wat er niet in mocht zitten. Vandaag, of dat nou toevalligheid is, maar dat hebben we dus al moeten constateren. Dus mensen duwen er harde plastic in, groenafval of restafval. Dat heb je dan wel heel snel gezien. Ja, dat zie je ook wel.